De Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname hebben vanmorgen een spoedalgemene ledenvergadering gehouden. De vakorganisaties vinden namelijk dat de overheid zich zeer onvriendelijk opstelt tegenover de leerkrachten. Wilgo Fallies, probeert men er alles aan te doen om de kracht van de organisatie tot een minimum terug te brengen. Fallies vindt dat de overheid de vakorganisaties niet als gelijkwaardige partners ziet en dat de regering geen respect heeft voor de leerkrachten. Onbehoorlijk bestuur noemen we dat. En men is voorbij gegaan aan wat die organisatie heeft verzet. Wat dat betekent, wat het nog steeds betekent, want tot op vandaag worden extra trainingen verzorgd. Niet alleen maar aan leerkrachten, ook aan leerlingen. En ik kan u zeggen wat we allemaal meemaken. En vandaar dat we een duidelijke visie hebben van wat er gebeurt binnen ons onderwijs. We weten precies wat er gebeurt. En daarom hebben wij gezegd van het is goed dat we dit werk voortzetten. Met een pennenstreep heeft men dat doorgehaald. Geen overleg. Dus als we al die dingen optellen, is duidelijk, we gaan hun vleugel lam maken. We gaan alles eigenlijk uitschakelen, deze organisatie. En wij zullen daar antwoord op moeten geven. Fallies zegt verder dat er mededelingen of signalen zijn gegeven aan de leerkrachten dat zij zich het komend schooljaar tot 3 uur beschikbaar moeten stellen. Hij is van mening dat men de leerkrachten zodanig onder druk wil zetten dat het voor hen erg moeilijk wordt om verder te gaan. In de vergadering vandaag is er eigenlijk unaniem gezegd, we gaan dit niet accepteren. Wij zijn van oordeel dat op een respectvolle manier verder overleg gepleegd moet worden met de vakorganisatie en dat al deze maatregelen die ze hebben getroffen, dat ze die zullen moeten terugdraaien. Dat staat met alle duidelijkheid, is dat duidelijk voor ons. We gaan het niet accepteren. En dan kunnen ze allerlei maatregelen bedenken. Allerlei maatregelen. Maar wat ik vandaag hier gezien heb in de zaal, zijn het vastberaden mensen en zeggen, deze regering, deze minister van Onderwijs wil geen oplossing en die wil de weg van confrontatie. Of die gaat de weg van confrontatie en wij zullen dat niet uit de weg gaan. Wilgo Fallies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname. Hij sprak vanmiddag tijdens een persconferentie na de spoedalgemene ledenvergadering van de bonden in Matagorda.